Hey, ik heb eigenlijk een vrouwelijke assistente nodig en daar heb ik mazzel. Er staat één prachtige jonge dame tussen jullie in. Hoe heet je? Elisa. Elisa, weet je welke kaart dat is? Ja, Klaver 2. Klaver 2, heel goed. En weet je welke kaart dat is? Ruiter 10. De Ruiter 10, helemaal goed. Zou jij vast deze stift in je broekzak willen steken? Ja. En zou je stop willen zeggen waar jij wil? Stop. Let op, want je gaat namelijk mij assisteren met de kaart waar jij stop zegt. En dat is de Klaver 9. Ja? Ja. En straks moet jij hem aangeven. Oké, is goed. Dan ga ik nu pas beginnen met de truc. Vind jij het leuk om te helpen bij een truc? Ja. Hoe heet je? Sam. Sam. Sam, even kijken of jij de kaarten kent. Welke kaart is dat? Boerenklaver. Klaverboer, ja, helemaal goed. Sam, jij gaat een kaart uitkiezen en dan kunnen we beginnen met de truc. Ja. Je mag stop zeggen, Sam, waar jij wil. Stop. Fantastisch. Sam, ik wil jouw kaart niet zien. Okay. Dus bekijk hem zelf. Laat hem aan de andere kids zien als ik ben omgedraaid. En aan die camera voor de mensen thuis. Ga je gang. Mag ik jou omdraaien, Sam? Ja. Want dan heb ik nu van jou, prachtige assistenten, als eerste de kaart nodig die jij koos. Dat is de Klaver 9. Sam, zou je jouw kaart willen terugsteken ergens in het kaartspel? Steek hem er maar gewoon in. Want dan zal ik je namelijk vertellen wat ik ga doen. Ik neem die Klaver 9 van jou en dan ga ik met de stift een streepjescode opzetten. Dus Elisa, mag ik de stift? Het duurt even. Ik ga er een streepjescode op zetten. Weten jullie trouwens waar streepjescodes voor gebruikt worden? Ja, in de winkels. Scannen? Ja. En dan kan een computer automatisch het product herkennen van die streepjescode. Ja. Nou luister, ik heb een streepjescode gemaakt op de achterkant van jouw Klaver 9. Deze streepjescode kan jouw kaart terugvinden. Goed kijken. Dan kan je namelijk zien dat op de bovenkant van de kaart al die streepjes die ik maakte met die stift bij elkaar komen. En dan zie ik hier een ruiter en een koning. Is dat ook inderdaad de kaart die jij koos? Die koos ik. Elisa, welke kaart had je ook weer gekozen? De? Klaver 9. Klaver 9. Nou, natuurlijk is dit jouw kaart. En die mag je houden als aandenken met de streepjescode. Alsjeblieft, en tot de volgende keer. Hij schudde zoiets. Het blijft gewoon hetzelfde. Ja, ik vond het een hele vette truc, alleen ik weet niet hoe die werkt. Ik kan dat echt niet. Maar hoe en, kan het streepje precies mijn kaart worden? Dat is... Het lijkt alsof hij je gedachten kan lezen.